allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik loop lekker buiten. Het is 10 uur ongeveer, denk ik. Niet zo heel erg laat nog. Ik moet eventjes naar de winkel om wat te halen. Ik ga lekker tussendoor. Ik moet even naar de winkel om wat te halen en daarna ga ik naar mijn oude stageadres. Ik wil namelijk gaan proberen om daar een vakantiebaan te kunnen regelen. En aangezien ik het daar gewoon heel erg naar mijn zin heb gehad, het was allemaal hartstikke leuk, wil ik het toch gaan proberen. Dus ik hoop met succes vandaag terug te komen daar vandaan. Maar ik heb een extra weekje, twee weken nog uitstel genomen. De planning was niet zo lang te doen, maar ik heb het toch gedaan. Mede om de reden dat het 2,5 week geleden heel erg druk was. En vorige week is mijn week niet zo heel erg lekker gelopen. Heel veel gedoe gehad. Maar de rust is gelukkig wel een beetje teruggekeerd nu. Ik ben een beetje positiever, ik ben wat normaler geworden weer. En we kunnen er hopelijk gewoon weer tegenaan vandaag. En deze komende weken natuurlijk. Het is wel even kijken wanneer ik deze video online doe en wanneer ik deze vlog kan editen. Want ik heb namelijk geen normale laptop meer. Ik heb een MacBook gekregen. 2 weken geleden ongeveer. Overgekocht van iemand. En daar edit je natuurlijk heel veel met iMovie. En ja, dat werkt gewoon allemaal heel anders. Ik vind het nog eventjes lastig, want op de een of andere manier upload hij niet via de documenten van iMovie. Dus moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga regelen. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. Dus dat is morgen aan de orde. Morgen ben ik vrij. Ik heb afgelopen weekend het hele weekend gewerkt. Ik werk de laatste tijd heel veel weekend eigenlijk. Ik vind het heel eerlijk gezegd fijner om te werken. Omdat je dan met minder kracht staat. Dus je bent eigenlijk continu bezig. En dat vind ik op zich wel gewoon heel erg fijn. Ik vind het door de week gewoon heel erg lastig. Omdat je staat met zoveel mensen. En dan ook nog eens met stagiaires erbij. En af en toe vind ik het dan moeilijk om mijn dingen te zoeken om te doen, zeg maar. Dus ook daar moet ik een beetje aan gaan werken. Dat leer ik naar de hand wel een beetje natuurlijk. Maar het gaat op stage eigenlijk ook allemaal hartstikke goed. Gisteren een best hele goede en positieve feedback gehad. Moest wat werken aan mijn werktempo en mijn initiatief. Maar daar top ik al wat langer mee. Dus dat is op zich bekend en daar moet ik ook absoluut aan gaan werken. Dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Verder, I don't know eigenlijk. Voor de rest was dat het eigenlijk, denk ik, wel een klein beetje. Ik ga in ieder geval nu onderweg naar de winkels. Het is heel erg warm. Echt heel erg warm. Het is het weekend heel erg warm geweest. En het wordt vandaag weer 27 à 30 graden. Het is nu al heel erg warm. Het is nog op de ochtend. Dus het zal er niet koeler worden vandaag, denk ik. Vandaar dat ik ook lekker in een t-shirtje, halve broek en mijn zomerse Nike's loop. Dus ik ga even naar de winkel. Ik heb jullie bijgeklitst. Dus we kunnen de dag weer gaan beginnen. Van de boodschappen wel, de andere helft niet, helaas. Maar misschien dat je denkt, Kim, waar ben je? Ik zou eigenlijk vanmiddag pas naar mijn stage gaan. Maar, of nee, oude stage. Maar ik dacht, waarom niet gewoon gelijk nu? Ik was toch in de buurt van de metro. Ik had niet zo heel veel te doen. En het is nu nog enigszins normale temperatuur. Het begint al broeierig te worden, maar het is nog te doen. Dus, ook lekker uitfocus. Dus ik dacht, ik ga gewoon nu. Dus ik heb de bus gepakt. Ik ben in Hellevoetsluis. En ik ga naar mijn stage. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.
hoe ze het zelf gaan vinden of ze me nog herkennen. Goed. Even liggen, ja hoor. Anders zien jullie helemaal niks. Deken goed leggen. Het is inmiddels, tja, ik weet niet hoeveel het is volgens mij. 4:30, 5 ongeveer. Ik ben lekker weg geweest. Het was heel erg leuk om even terug te zijn op mijn stageplek. Het was ook heel erg raar. En toen ik eenmaal buiten liep, werd ik wel weer een beetje emotioneel. Want ik kreeg te horen dat er twee bewoners... die ik heb meegemaakt, die ik heb verzorgd, zijn overleden in de tijd dat ik weg was. Dus daar schrok ik eigenlijk wel van. Het was een meneer die daar heel kort heeft gezeten. En een mevrouw die er lang heeft gezeten en die ik heel veel heb verzorgd. En die mevrouw die... ik had echt wel een hele goede band met haar. En ze was 101. Het was gewoon een hele lieve mevrouw. Ze praatte altijd heel goed met me. Ze voelde zich heel fijn als ik er was. Want ze ging dan altijd gewoon de hart luchten bij mij. En ik heb haar heel veel verzorgd. Ik weet niet, ik had gewoon een hele hechte goede band met die mevrouw. En daarvoor vond ik het ook heel moeilijk om weg te gaan toen met stage. En naar de hand, toen ik nog een keertje langs ben geweest, toen de dag nadat ik wegging werd ze 101. Dus een paar dagen later ben ik nog langs gegaan en heb ik haar nog een verjaardagskaart gegeven. En die heeft zij al die tijd ook in haar tas gehouden, want ze had een tas bij haar waar ze dierbare brieven en kaarten in deed van mensen die ze kreeg. En ja, daartussen zat ook mijn kaart, mijn verjaardagskaart die ik aan haar heb gegeven. Dus dat was gewoon een hele lieve, hele goede mevrouw. En toen ik vandaag te horen kreeg dat ze overleden was, vond ik dat wel eventjes heel erg schrikken. Ik had niet verwacht. Ja, ik stond even een beetje met mond vol tanden toen dat verteld werd. Maar verder was het heel erg leuk. Een bewoonster die daar zat, die herkende mij ook gelijk en die ging gelijk vragen hoe het was. En vond het allemaal hartstikke leuk dat ik langs was. Mijn vaste werkbegeleider die daar, die ik in die tijd heb gehad, die werkte ook vandaag toevallig. Dus die heb ik vandaag ook nog kunnen zien en even kunnen spreken. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, ik heb het gewoon heel erg leuk gehad. Ik heb even een rondje gemaakt daar en het was heel erg leuk om weer terug te zijn. Ik ben ongeveer 3 kwartier geweest. En ik heb op zich wel lekker bijgekletst met de mensen. Het was goed om de mensen ook weer even te zien. Ik heb daar gewoon een hele fijne tijd gehad. Het is mijn eerste zorgstage daar geweest. En het is zo goed bevallen. Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Die tijd. Dus ik vond het heel erg fijn om terug te zijn. En waarschijnlijk, ik ga daar solliciteren voor een vakantiebaan. En wie weet misschien ooit later naar mijn opleiding. Misschien wel als vaste werknemer daar, wie weet. Ik vind het daar gewoon heel erg chill. En ik hoorde dat ze best wel wat mensen nog nodig hebben. Dus ik ga me ervoor openstellen. En ik hoop hun ook. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat lukken om daar überhaupt vakantiewerk te gaan doen. Maar dat gaan jullie ook zeker horen als het eenmaal zover is. Vervolgens ben ik nog na mijn stage, of tenminste na mijn oude stage, eventjes naar het centrum geweest. Ik moest even een paar spullen halen voor de dieren. En... ja, verder niet zo heel veel denk ik. Ik heb verder niet zo heel veel gehaald. Ik heb wel een hoes gehaald voor mijn MacBook. Want die had ik niet. Dus die zit nou hier in mijn tas. Ik weet niet of je hem kan zien. Hier zit die. Dus die heb ik gehaald. En verder is het niet zo heel erg, niet zo heel erg veel. Dus, maar ik ben in bed, want dat is ook misschien wel een vraag van wat doe je daar. Ik lig eventjes in mijn bed, omdat ik ben heel erg moe. En ik heb heel erg hoofdpijn de afgelopen dagen. En dat wil niet weggaan. Dus ik doe heel even een half uurtje mijn ogen dicht. En dan kan ik er weer een hele avond tegenaan. Goed, ik heb een heerlijk fris, schoon bedje. Check.
Hij is helemaal netjes opgemaakt. Super lekker. Ik ga lekker mijn bed in duiken. Ik ben heel erg moe. Ik ga niet slapen. Ik ga films kijken. En daarna ga ik lekker slapen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga deze vlog vanavond of morgen editen op mijn MacBook. En ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop dat het wat wordt. Het kan zijn dat er nog een intro mis en een outro. Die ga ik de komende tijd ook eventjes ontwerpen en maken. Maar in ieder geval, ik ben weer terug. Welkom allemaal. En ja, vooral welkom de nieuwe mensen natuurlijk. Ik weet niet of er nieuwe mensen bij zijn gekomen. Maar als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal en je wil meer van me zien, abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!